Goedendag, in dit video kijken we de Koch-sneeuwvlok, hier een vraag. Wat betekent in feite, als je een lijn trekt, een driehoek, dan wordt die in drie delen verdeeld. Als zij zit, hier een driehoek bijgetekend, waarbij elke zijde drie keer zo klein wordt. Zijde 3, zijde 3, zijde 3. Dat betekent in feite, indien dat van één zijde naar vier zijden gaat, dus het aantal zijden wordt maal 4. Dit aantal zijden is altijd maal 4, bij elke iteratie. Nu, er komt een oppervlakte bij, een kleine driehoek, die driehoek, heeft zijde 1 derde van de oorspronkelijke zijde, dan weet je dat als een zijde met 3 keer kleiner wordt, wordt de oppervlakte 9 keer kleiner. Namelijk kwadraat kleiner, dus 1 negende. Dus elke keer komt er extra 1 negende oppervlakte bij. Ja, want in die kwadraat. Hoeveel keer komt hij erbij? Namelijk het aantal zijden dat je vorige keer had. Dat is 1 negende maal het aantal zijden. Dus in feite is dit 1 negende maal het aantal zijden. Ja? Nu, als je begint bij de eerste iteratie, heb je één driehoek met drie zijden en oppervlakte 1. Ja? Nu, naar één iteratie, ja, wat gebeurt er? Ja? Je krijgt oppervlakte 1 negende bij hoeveel keer? 3 keer. Dus 3 keer 1 negende. 1 negende voor één oppervlakte, die komt bij elke zijde 1 voor, dus 3 keer de samen 3 negende. Dat betekent dat een nieuwe oppervlakte wordt 1 plus 3 negende, uw oorspronkelijke plus 3 negende, dat wordt dus 9, 12 negende is 4 derde. Dus de oppervlakte naar de eerste iteratie is 4 derde. Het aantal zijden je hebt, na de eerste iteratie, zal zijn 3 maal 4 wordt 12. Dus 12 zijden, 3 maal 4. Ja, dus na de eerste iteratie, dat de eerste vraag is, zal de oppervlakte zijn 4 derde, en het aantal zijden zal zijn 12. Nu, na de tweede iteratie, oppervlakte van het deel die erbij komt is 1/81, altijd 9 keer kleiner bij elke iteratie, dus maal 9 wordt 1/81. Hoeveel zijden heb je? Je had bij de vorige iteratie 12 zijden, dus maal 12. Dus er komt bij 12/81. Dus plus 12, dat kun je herschrijven als 4/27. Ja, dat betekent, jouw oppervlakte is, je vorige oppervlakte 4 derde, plus 4/27. Ja, dat wordt 36. Ja, maal 9 moet je het doen. Krijg je 36 plus 4 is 40/27. Dit wordt 40/27. 40/27. Ja, even goed tellen. 9, 36, ja, 40/27. Dat betekent dus, na de tweede iteratie is de oppervlakte 40/27. Ja, hoeveel zijden heb je na die iteratie? Wel, dan komt er, moet elke zijde maal 4, je gaat naar 48 zijden. 12 maal 4 is 48 zijden, dus 48 zijden. Nu, we gaan nu berekenen voor n iteraties. Wat gebeurt er nu in de algemene formule? Kijk, dit is dus voor n iteraties in het algemeen. Het aantal zijden, dat zal zijn, en even kijken, dit is n gelijk aan 2, dit is n gelijk aan 1. Dan merk je, hier was het aantal zijden 4 maal 3. Ja, dat is 4 tot de eerste maal 3. Niet 4 ter eerste, het moet 4 tot de eerste maal 3 zijn. Is goed nadenken, het is 4 tot de eerste maal 3. Ja, dus 4 tot de eerste maal 3. Hier heb je 4 kwadraat maal 3, dus 16 maal 3. Dat betekent in feite dat je krijgt 4 tot de ende maal 3. Of 3 keer 4 tot de ende. Nu, wat is voor oppervlakte, uw echte oppervlakte? Dan merk je dus dat je 4 tot de macht n min 1 tot 3 tot 2 krijgt. Waarom? Elke keer komt erbij 1 over 3 tot de macht 2n. Ja? Waarom? Eerst 9 en 81, dat is 3 tot de macht 2n. Hoeveel keer komt het erbij? Het aantal oppervlakte van de vorige keer, dat betekent 4 tot de macht 2n min 1. Ja, dus het aantal oppervlakte van de vorige keer is 4 echt min 1. De grootte is altijd 3 tot de macht 2n, waarom 9, 81 en nog voort. Maar het aantal zijden is het aantal zijden van de vorige keer 4 tot de macht n min 1. Ja? Als we het opschrijven, in de formule hier, dan krijg je in feite de echte oppervlakte, wat zal die zijn, de echte oppervlakte, is dus, ja, uw 3 keren 4n min 1 maal 3, gedeeld door 3 tot de macht 2n. Nu die 3 kun je wegdelen, al over 4 tot de macht n min 1, gedeeld door 3 tot de macht 2n min 1. Nu, om de limiet te berekenen, de volgende vraag, ja, daar gaan we gewoon een paar getallen opschrijven. Ja, dat zijn de extra oppervlakte. Dus, limiet gewoon opschrijven. We beginnen eerst
bij 0. Als n 0 is, was de oppervlakte gelijk aan 1. Bij 1 was de oppervlakte 4,3, 4 derde, wat 1,33 is. Bij 2 had je 40/27, dat is berekend. Ja, dan krijg je 40/27 is ongeveer 1,42. Bij 3, wat doe je? Je krijgt je 40/27, wat tel je op? Bij de 3 krijg je hier 4 tot de tweede, eentje lager, dus 4 kwadraat is 16. Ja, gedeeld door 3 tot de 2n is 6 min 1, 3 tot de vijfde. En 3 tot de vijfde is 243. Ja, je krijgt dus 40/27 plus 16, 243ste. Je merkt die oppervlakte wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Ja, als je het uitrekent, ja, dan krijg je, gelijknamig noemer, kun je zelf proberen te doen, krijg je 376 gedeeld door 243. Dat is 1,51. 4 zelfs 54. Bij 4 krijg je het vorige getal, dus 376 gedeeld door 243. Wat wordt erbij opgeteld? Wel, opgeteld wordt er 4 tot de macht 4 min 1. Dat wordt 4 tot de derde, wordt 64. In de noemer krijg je 3 tot de macht 2 min 1, dat is 3 tot de macht 7 tot de zevende. Ja, als je uitrekent, gaan we hier niet uitrekenen, krijg je 1,57. Ja, gaan we ook berekenen, dan krijg je de vorige waarde. Ja, en wat komt erbij? Wat wordt erbij opgeteld? Ja, wordt opgeteld 4 tot de macht 4 vierde, ja, plus 4 tot de macht 4 vierde, dus 4 tot de vierde, ja, gedeeld door 3 tot de macht 9. Ja, dan krijg je 1,59. Bemerkt u, de limiet wordt 1,6. Dankjewel, bye bye. Jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij gehaald. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.